Vijf lange jaren gingen voorbij. Vijf jaren van spanning en ellende. Vijf jaren die toch zo snel schenen te gaan. Jaren van bedrog en corruptie. Van verraad en provocatie. Jaren van honger en koude. Van dood en misère. Een tijd waarin nazi-gruwelen, knechting en onderdrukking, vervolging en razzia's hoogtij vierden. Een tijd waarin gevangenis en concentratiekamp het dagelijks schrikbeeld vormden en de besten van ons volk hun ondergrondse strijd voerden. Vijf ontzettende jaren waarin talloze gezinnen wreedaardig werden uiteengerukt, een zekere ondergang tegemoet. En dan staan wij tegenover dit nameloos leed. De overlevenden keerden terug, beroofd van haven en goed, beroofd van letterlijk alles en moeten geholpen worden. Dat is onze vaderlandse plicht. Daarom werd Nederlands volksherstel in het leven geroepen. Nederlands volksherstel zorgt voor de ex-politieke gevangenen, de illegale werkers, de opgedoken onderduikers en de gedeporteerden en helpt waar nodig hun leed verzachten. Nederlands volksherstel staat klaar voor hen. Zodra zij in Nederland aankomen. En verleent zijn medewerking bij de registratie, identificatie, regeling der distributiebescheiden en zuivering. Nederlands volksherstel zorgt voor voedsel, kleding, huisraad, dekking, huisvesting, kinderuitzending en verleent indien noodzakelijk hulp, zowel financieel als op ander gebied. Soms is het gezinsverband verbroken en moet ook morele steun gegeven worden. Nederlands volksherstel zorgt voor alles, opdat ons volk zich weer kan verheffen en ons land zal herrijzen, opdat Nederland weer groeien en bloeien. Veel werd reeds gedaan met het weinige waarover beschikt kon worden. Veel, oneindig veel meer zal nog gedaan moeten worden. Daarom is het noodzakelijk dat gij Nederlands volksherstel steunt in zijn werk en diep in uw beurs tast. Geeft voor uw zwaar getroffen landgenoot. Geeft vrijwillig allen om den grote nood te lenigen en geeft veel. Daarom offeren zonder bevel voor Nederlands volksherstel.